Waar gaan wij naartoe, mannen buiten de studio? Nou, daar kan ik je wel even iets meer van vertellen. Deze man die ik hier nou zie, dat is Mr. Gelato van de Talamini. Goedemiddag. U bent oorspronkelijk afkomstig uit Italië. Ik ben eigenlijk Italiaan, ja. Van geboorte Italiaan. Dus zeg maar daar, uit dat land. Maar ik ben internationaal, hè. Dus ik ga nu Oostenrijk in. Ik kom uit Frankrijk. Overal. En jij spreekt alle talen? Vloeiend. Doe eens een stukje. Wat wil je horen? Eerst Italiaans. Si bono, ti piero, si che bello, mi dio, alle gelato di ijs hier. Ah, knap. Zo, knap. Hey. Knap. En dat Duits? Is niet normaal, Duits? Joh. Ja, daar moet ik even over nadenken. Oh, even schakelen, ja, dat is ook ingewikkeld. Natuurlijk, hè. Maar jij verzorgt niet alleen hier de ijsjes. Ik heb begrepen dat je vanmorgen ook voor de groepen 3, 4, 5 alle ijsjes voor niks gebracht hebt. We zijn gisteren in de boerderij geweest en de kinderen hier gehad. En morgen gaan we de kinderen van de Roergangen doen, want die horen ook bij onze school, hè, bij onze straat. Dus die krijgen morgen allemaal een ijsje van ons dus. Ongelooflijk. En vanmorgen de kinderen op het sportveld, hè? Daar was je bij. Dus ja, nou, dat zeg ik net, ja. Dat had ik al vermeld. Had ik heel graag vers ijs willen hebben. Maar ja, ik kom uit Italië, het is allemaal gesmolten. Dus en de vliegtuigen, er zit zoveel vertraging in. Het is afschuwelijk. Het is afschuwelijk. Wij gaan eens even in jullie gezellige buurtje kijken. Ja, want voor de volledigheid, we zijn dus in Vormors 1. En om de aantal huizen gaan we een ander land binnen eigenlijk. Ja, voor op mijn karretje staat ook Vormors 1 internationaal. Hè? Ja. We hebben de Atlas. En de Atlas beelden we een aantal landen uit. Jullie zijn door Nederland binnengekomen. Toen Frankrijk, de Tour de France met de Eiffeltoren. Italië hier achter mij met, je ziet het wel, hè? Ja, de pizza oven. Ja, maar ook de pausmobiel, hè? Zeker, ja. Pausmobiel erbij en zo. En nu gaan jullie Duitsland in, Oostenrijk in. En dan heb je Duitsland. En door Noorwegen gaan jullie weer de Atlas verlaten. Ik vind het magistraal. Frans, als je straks tijd hebt, een stukje Noors vind ik ook wel leuk. Nou, we gaan nog een paar meter vooruit en dan komen we ook bij de buurtent van Vormors 1. We gaan dus nu lopen we Oostenrijk binnen. En ze staan ons al op te wachten, Gerard. Ja, de hele buurt is hier zo'n beetje verzameld. Althans een groot deel. En wij gaan even een gezellige praatje maken met de mensen van Vormors 1. Nou, en die zullen ook een internationaal café hebben. Ja, nou, maar zo ziet het er ook uit. Met allerlei verschillende biersoorten uit alle landen. Ze en natuurlijk ook verschillende gerechten. Moet je daar rechtjes kijken, daar staat een kip te draaien. Dit is die staan ook. En wat ik dan zo leuk vind, is dat ze die speciaal voor ons zijn aan het braden zijn. Ja, nou, verse kun je ze niet krijgen. We mogen er al naartoe. Nou, het is toch ongelooflijk. Zullen we... Nou, sorry Frans, wat zei je nou? Duitse vreetenten hier achter mij. Duitse worstjes, kipjes, vreetent gewoon hier. Vreetent. Lekker hoor. In Italië niet meemaken, maar hier wel, ja. En het is allemaal gewoon... Abletkast. Pas op, er komt een auto aan, die denkt het duurt me te lang. Ik ga er langs, geef hem groot gelijk ook. Zullen wij eens even op het plein kijken? Laten we snel een plaat gaan draaien en dan gaan we daarna met de mensen praten die hier... Kijk, helemaal ze zijn allemaal goed. Lekker te klappen al, ongelooflijk. Ik zou zeggen, Romy, draai hem erin. Oh! Ja, misschien is het dan een goed idee om met Daft Punk ook around the world te gaan. Nou ja. Ja. Nou ja, Romy. Wat een goed idee zeg. Man. Dit is Enterse Dagen 2022. We zijn live in de Vormors 1. Around the world, Daft Punk. En daar zijn we ook. We zijn op dit moment in een atlas. Nou, dat klopt. In een atlas was een hele lekkere ijsje hebben. Echt en als we niet oppassen, dan valt hier de kabelbaan naar beneden. Ja, we staan maar wij gaan even een kijkje nemen bij Vormors 1. Ja, wil je nog een ijsje? Die de hele wereld vertegenwoordigen. Ik heb nog enige hier. Ja, je komt er niet aan. Ik begrijp dat jij de voorzitter bent. Ja, wat is jouw naam? Mijn naam is Wieger Markvoort. Wieger Markvoort. Het is hier supergezellig. Ja. Het weertje is ook leuk. Gelukkig wel. Ik hoop dat het zo blijft. Ja. Het is vandaag een beetje verschillend, een beetje afwisselend. Maar waar komt het idee vandaan en hebben er veel mensen meegeholpen? Er hebben zeker heel veel mensen meegeholpen. En het idee komt eigenlijk van, we hebben een best slingerende straat. En wij vinden het leuk om variatie te hebben, dat je de bocht omkomt, dat je weer iets nieuws ziet. En ja, dit was het onderwerp wat het beste daarbij paste. Heel mooi. En jullie hebben natuurlijk ook de jurering gehad van de straat. Ja. Zijn ze een beetje, heb je het gevoel dat dat een beetje mee zit? Nou, dat weet ik niet. Het gaat om de gezelligheid en... Ik denk niet dat we de eerste prijs halen, dat zeker niet, maar dat geeft ook niet. Nee. Het gaat echt om de gezelligheid. En, Helemaal goed. Wat is het programma voor van de week van jullie? Van de week? Oh. We gaan vanavond fietsen met de buurt.
En morgen hebben we hier gewoon weer de tentfeest. En zaterdag ook weer de tentjefeest. En we hebben, even kijken, al een American Party gedaan. Dat is wel de atlas van Europa. En gisteren hadden we een American Party. Oh. En 's middags een kindermiddag. Dus dat hoort er ook bij de woensdag. Dat is standaard. Wat is er de Amerikaans en een American Party? Wat gebeurt er dan? Ja, we hadden hem nou iets anders ingericht. Het is een American Party, met name Europees. Gewoon iedereen hapjes uit de buurt. Dus bring your own booze, is het eigenlijk. We hadden Noorse hapjes, Italiaanse hapjes, Nederlandse hapjes, Franse hapjes. En dan iedereen dat meeneemt en dan gezamenlijk eten. Dus. Ah, wat gezellig. Heerlijk. Wat gezellig. Zullen wij eens even op het horecaplein kijken, waar iedereen al stevig aan de drank is? Ik zie een heleboel drank. Ik zie de ski-hut. Ik heb hier Jap Alde Althoff. Ja, daar zit hij hoor. Jap, jij houdt absoluut niet van drank. Maar waarom drink je dan nou in godsnaam een biertje? Ja, dat verplicht ze, hè? Dat verplicht de buurt, joh. Ja, dat verplicht ze mij, ja, Gerard. Dat is toch niet aardig. Jij bent druk bezig met de voorbereidingen voor vanavond? Wij zijn zeer druk bezig. We gaan zo naar de tent heen om alles voor te bereiden. En dan maken wij vanavond een groot spektakel van. Heel mooi, want ik begrijp dat het een hele strakke planning heeft vanavond. En iedereen zich er ook aan moet gaan houden. Dat klopt. Dat ben je ook. Ja. En jullie lijken mij nou net van die figuur dat dat niet goed komt. Nou, zelfs laatst aan de burger, dus er kan niks misgaan. Jullie zijn als laatste. En we hebben het nu over de Padboel Show natuurlijk. Die zenden we vanavond ook live uit. Jullie zijn als allerlaatste. Jullie hebben 6 jaar geleden de tent op zijn kop gezet. Is dat ook een beetje wat vanavond weer gaat gebeuren? Nou, dan gaat het nog erger worden. Oh? Jazeker. Oh. Ja. Kun je al iets vertellen? Een klein tipje van de sluier? Ja, het is exclusief Hollands. Ik weet niet of mensen weten wat voor feest dat is. Het is een feest met Nederlandstalige muziek. Met een iets hardere tintje eraan. Denk aan hardstyle. Dus, en we hebben veel confetti en al. Dus, dakje eraf. En nog meer verrassingen. Ja, heel goed. Vlak voor 12 dus ook te zien op NTZ Dagen TV, want we zenden hem live uit. We hebben hier een bierwagen in de straat op dit moment. Ook heel gezellig. Ik zie, Reno zit erop, joh. Hoe kan dat nou toch weer allemaal? Reno? Ja, Reno Brama zit gewoon linksachter. Mag dat zomaar? Onderdeel van de hoofd van de tentcommissie, hè? Wij gaan even een tafeltje verder, is dat goed? Ja, vind ik leuk, want ik zag hier ook, er zit hier een viking. En ik ben wel heel benieuwd of je dit de hele week... Draag jij dit de hele week? Oh, nee. Nee? En waarom dan vanmiddag wel? Speciaal voor jullie, hè? Nou ja, kijk toch eens. Want ik neem aan dat jullie ook allemaal zo bij zaten toen de jury kwam, toch of niet? Ja, wel meerdere, ja. Zaterdag in de optocht doen we ook... Dat moet ook aan. En dan elke land, zeg maar, die heeft zijn eigen uitdossing. En ja, het is gewoon leuk. Ja, want dan neem ik aan dat jij iets verder die kant op woont in het gedeelte Noorwegen. Ik ben van Noorwegen, ja. Hey, heb je de troll al gezien? Ik heb de troll gezien. Er staat een immense troll. Daar lopen we zo meteen even naartoe. Nee. Eigenhandig gemaakt. Eigenhandig gemaakt. Nou, laten we er zo even naartoe lopen. Dan brengen we hem ook even in beeld. Gerard, zie jij hier nog... Ik zie hier nog een tafeltje verderop. Ik zie ook een Frans vrouw. Hij heeft ook echt mooie schoenen. Hè? Dat is ideaal in Noorwegen. Moet je eens even kijken. Ja. Het is daar nogal koud. Maar hij loopt gewoon op kleine sokjes. En dit is absoluut niet waterdicht. Ik weet niet hoe je dat doet. Maar wat zijn kuildelien daar in het land van jullie? Ja, nee. Onmogelijk, Gerard. We gaan even nog een klein rondje maken. We hebben hier een Duitse lederhoze. Benny. Hoe is het deze week bij jullie in de buurt? Gezellig, gewoon gezellig. Zoals ieder 4 jaar. Het is gewoon een happening. Het is hier gewoon alles met elkaar. Er is één iemand die hier de boel trekt. Dat is Danny te Bergen. En die doet alles hier, 89% hier. En als eenmaal de boom wordt opgebouwd, dan komen ze als mieren komen ze hier uit de huis. En dan gaan we allemaal meehelpen 3 weken. Hartstikke mooi. Dus het is gewoon enthousiast opgepakt, maar Danny is een beetje de motor. Danny is de motor en natuurlijk Jan Jansen. Ja, Jan de Jansen, die, Jan die Jansen kennen de Viking, we. Ja. Die gaat binnenkort weer terug naar Noorwegen, denk ik. Ja, en een Viking. Gerard, ik stel voor dat wij een plaatje draaien en dan even een rondje doen om de versiering van de buurt een beetje mee te brengen. Doen. Live. Tijdens de Entense Dagen 2022 zijn we nog steeds op de Voormors. En we staan hier nog steeds. Het ruikt hier ongelooflijk lekker naar kip en whatever. Hoe gaat het buiten? Ja, het gaat hier eigenlijk hartstikke goed. We maken ons langzamerhand op voor de volgende buurt. Ik heb een muntje gevonden voor in de tent. Oh, heerlijk. Dus vanavond ga ik wel aan de bier. Ja, alleen ik denk dat... Wil je nou jouw microfoon bij mijn mond doen? Ja. Mooi, ja. Ik denk dat we die hier iemand wel... Kijk, kijk. Hey. Dat is voor een drankje in de tent. Alsjeblieft. Gijs, ik ga heel even snel naar jij even snel die Danny ten Berge. Ik had jou net niet gezien, maar ik moet jou toch even een paar vragen stellen. Wij gaan zo even de buurt in en we gaan even nog een paar landen bezoeken.
Jij bent een beetje de motor in de buurt wat betreft het werk. Dat is niet zo. Ik ben wel een... hoe moet ik dat zeggen? Ik ben wel een aantrekker over alles. Maar ik ben niet de motor. Oké, maar wie heeft het idee van de landen dan zo'n beetje bedacht? We hebben met z'n allen een technische commissie opgesteld hier in de buurt. En er waren eigenlijk elk gedeelte van de buurt was er één iemand erbij. En die coördineerden ook hun eigen land. Maar we hebben het wel samen gedaan. We willen geen groepjesvorming creëren in de buurt. Dat is gewoon lekker met elkaar klussen. En er zijn wel een aantal wat hier een beetje de voortouw nemen. En we doen het met elkaar. Eén doet iets meer dan de ander. Helemaal, dat is logisch. Hè? Zo werkt het overal. Dat weten we allebei al heel lang, denk ik. Ze beginnen aan te bellen. Ze beginnen aan te bellen. We wensen jullie een hele fijne week. Hier is dus ook van allerlei soorten drank te kopen in verband met het wereldwijde verhaal wat jullie hebben. Braadworsten hebben we, de kip hebben we wel gezien. Gakballen hebben we nog. Dus als je honger hebt. Nou, misschien komen we nog terug. Maar moet je zacht hier kijken, er komt nu pizza aan. Dat is toch ongelooflijk? Kijk, pizza. Het is niet normaal. Marianne, maar wij gaan pizza. Lekker verder. We gaan even een kijkje nemen in de buurt. Veel plezier nogmaals en aan u. De Viking zegt iets. Ik zeg, je hoeft niet naar huis om te eten. Nee, we hoeven niet naar huis om te eten. Zo'n idee hadden we al een beetje. Laten we snel nog even een rondje langs de straten doen. We gaan die kant op. De Norman loopt mee. Want die heeft een troll gebouwd. Die heeft zelf een troll gemaakt. We lopen eerst door Duitsland. Hè. Dit zijn vier huizen Duitsland. Met een skipiste zien we ergens. Op links een boerenzakdoek ook. Ik wist niet dat ze die in Duitsland hadden ook. Sorry? Oostenrijk is dit. Is dit Oostenrijk? Hoe kom ik dan weer bij Duitsland? Oh, dat is Duitsland. Het hofje is Duitsland. Ik dacht al, sinds wanneer hebben ze die vlaggen, joh. Ja, dat is heel apart. We komen nu langzamerhand in Noorwegen. En dan worden we al ontvangen met... het ziet er tot nu toe uit een heel groot zeil. Maar daar zit een heel groot schip onder. Het is een vikingschip. Ja, daar ben ik hier in Ente gekomen. Tuurlijk. Met het vikingschip. Ja. En als we iets doorlopen, daar zien we die bewuste troll staan. Die is goed gelukt, hè? Ja, dat is fantastisch mooi gebouwd. Lang weer bezig geweest, Jan. Uurtjes in. Nou, ik schat ruwweg tussen de 75 en 100 uur. Nou, ik vind dat best wel lang. Wat is het voor materiaal, Jan? Ik ben begonnen met een houten frame, zeg maar. Daar heb ik wat gaas omheen gedaan. En toen is die helemaal gepurkt. Gepurkt? Ja. Er zitten 25 bussen pur aan. Dit is een purtrol, is dit eigenlijk? Ja. En over die pur zit nog weer 3,5 zaken roodband. Maar heb jij nou bewust gekozen voor die gigantische flaphoorn? Ja. Een trol hoort zo te zijn. Ja, met zo'n grote neus. Ik weet het. Ja. Ik ben ooit wel eens in Noorwegen geweest... en daar zijn de trollen eigenlijk traditioneel de poppen. Die kom je daar overal tegen, ja. En mooi hoor. Die zien er ongeveer zo uit. Ja, niet allemaal hetzelfde natuurlijk, maar... Ja. En zijn gebit is ook niet helemaal tof. Hij moet naar de tandarts. Hij moet echt naar de tandarts, want zo kan je niet eten, hè? Nou, ik heb het idee dat hij nog niet helemaal goed in beeld is... omdat we iets verder van de studio af zijn. Maar het goede nieuws is, we rijden er zo langs... dus dan kunnen we hem goed in beeld brengen. En als je vanavond nog terugkomt... dan kun je in Enter het Noorderlicht zien. Nee. Daar op de achtergrond. Oh, joh. Ja. Daar hangt een bepaald net en er gaat een beamer tegen. Ja, die staat achter de troon. Nou, wat goed bedacht zeg. Dus ook met name voor alle mensen die fietstochten organiseren door het dorp... Ja. Is deze straat weer een heel mooi wereldwonder eigenlijk. Vind ik wel, ja. En daar zijn jullie ook gewoon van ons, of niet? Ja, zeker. Heel zeker. Ondertussen loop ik iets verder terug naar de studio... en dan gaan we onze motoren starten. Ja, joh, het is allemaal fantastisch. Maar we gaan straks met de camera langs. We gaan er langs rijden, want we zijn iets te ver weg. We gaan de motoren starten en we gaan langzamerhand richting Voormoors 3... buurtvereniging De Drassengrond. Maar niet voordat we heel langzaam de buurt hebben verlaten... en dan toch gezien hebben wat voor moois hier allemaal gemaakt is. Ach, een kerstplaat. Wat heerlijk, Romy. Ik heb inderdaad niet...